Nog een jonge hond van 6 maanden, dus ook deze zorgt er wel voor dat ik in training blijf. Hoe heet ze? Shiva. En ze is een golden retriever? Golden retriever, ja. En daar zit ik op zaterdagmorgen mee op cursus in Noordwijk. Uurtje lekker trainen, dus, en ik doe het zelf op zondagmorgen. Nou, volgens mij moet ze heel nodig. Ja, ja, we gaan een stukje lopen. Kom maar. Zo. Zo. Zit. Ga zitten. Goed zo. Nee, blijf. Zo. De hond heeft weer geplast? Ja, die is geplast en die is nog wel ontzettend druk. Maar dat hebben je een jonge beest ook. Hè? Dus dat moet ook regelmatig uitgelaten worden. En, ja, het is nu maar een klein rondje geweest van nooddood. De grootste noodzaak. En straks gaan we naar de trainer, gaan we nog weer een grote ronde overmetten. Nu nog rituelen hier of meteen naar de club? Nee, ik ga mijn tas pakken, auto instappen en naar de club, een bakje koffie drinken met de mannen. En daarna gaan we omkleden en lekker trainen. Ja. Zo, klaar Siva. He? Klaar jij. Goed zo. Jullie mogen 5 minuten lang worden. Maar ja, laat me zitten hoor. Ja, laat me zitten. Leef je nog op? Ja, ja. Ik heb meteen 100% meer lucht nu. Ja. Nee, is heerlijk. Dat valt mij, jongens, daarom. Het is wel zweet hoor. Wel zweet. Dat valt mij, ja. Maar goed, je bent met z'n allen. En een gezellig stukje muziek op de achtergrond. Gaat gezellig. Met de voorzitter te spelen? Nou, hij zit een beetje in dirigeren van links en rechts. En dit wordt te sturen. Dat is mijn functie ook. En als hij nou een belangrijke bal mist, krijgt hij dan net zo op zijn kop? Ja, natuurlijk. Ja, ik moet ze voor de commissie normen waar ik kan. Kijk, de volle wagen. We verdogen hem, maar hou daar maar op.